Deze locatie was mij aangewezen toen ik de eerste zwerverskrantje van Tilburg ging verkopen. Hans zwerft al 20 jaar in Tilburg. Hij kent de stad op zijn duimpje. Weet waar hij kan overnachten, waar hij beter weg kan blijven. Schroom om anderen te laten zien hoe hij leeft, heeft hij niet. Voor de gemiddelde mensen, om die zijn eigen in moet denken, ja, geef ik mijn eigen zo bloot of een pinda. Maar misschien heeft het met drugsgebruik te maken of een omwenteling in mijn leef- en eet- en doelgewoonte dat het daar nog komt. Het idee voor de rondleiding komt van het Kwartiermakersfestival. Hier heb je een alcoholverbod, een samenscholingsverbod en de politie, al is de wijkagent, die zei, je mag jou hier preventief fouilleren. We willen met het Kwartiermakerfestival eigenlijk mensen die vaak op een negatieve manier in beeld komen, op een positieve manier naar voren brengen en contact creëren met de burgers uit de stad. En daar is dit denk ik een heel mooi voorbeeld van. Een rondleiding krijgen kan helaas niet meer. Hans heeft zijn taak als stadsgids weer ingeruild voor die als zwerver.